Ik zou u uit willen nodigen om even boven op het podium te komen met uw adjudant, Marie. Prins Donald IV, Marie, hartstikke welkom op deze toch wel speciale avond. We hebben iets nieuws bedacht in ons in de gat. We hebben afgelopen jaren gezien dat het steeds lastiger is om jeugd bij het openbaar carnaval te betrekken, althans te betrekken met de activiteiten die er georganiseerd worden vanuit onder andere het SOC. En we hebben ook gezien, en daar zien we de aanwas al van aanstormen, meestal in de kwekvoel bij de prinsverkiezing. Daar staan altijd jongeren in de ton en nou, die doen het vaak heel erg goed. Dus we hebben het initiatief opgepakt, samen. Bietan en Dances, om eens te beginnen met een In de Gats tiener kletstoernooi. November zijn we daarmee gestart. Gewend al een keer wezen kijken bij de try-outs. En vanavond hebben we hier de finale. En in de finale hebben we drie kandidaten. En die wil ik ook graag even naar voren roepen. Dat is Sam Herreigers, Kim van Kasteren en Marijn Kuipers. Ja, dit zijn de kandidaten voor de finale van vanavond, maar niks wijzig, helemaal nog niet verkleed. En dat was ook helemaal niet de bedoeling, want ze weten natuurlijk nog helemaal niet in welke volgorde ze dadelijk hier in de ton hun debuut gaan brengen. En ik zou jou willen vragen, Prins Donald, ik heb afgesproken, de dame die doet de middelste debuut. Dat lijkt me heel netjes en dan de twee heren eromheen, maar kijk, ik heb hier twee stukjes, lucifers, die zijn allebei even lang, dan moet jij er ene wat korter van maken. En degene die dadelijk van de heren het langste pakt, die moet het langste wachten. Dus die is ook helemaal aan het einde pas aan de beurt voor de buurt. Nou, dat moet gaan lukken. Nou, wie moet er het langste wachten? Ja, Sam is dus als laatste aan de beurt. Deze kandidaten, die zullen wel beoordeeld moeten worden. Kijk, want een wedstrijd zonder jury, dat gaat echt helemaal niks worden. En we hadden jou bedacht om in de jury plaats te nemen. En we hebben hiervoor ook al plek voor je ingericht. En in de jury hebben we ook, en die zou ik willen vragen om even te gaan staan, Jan Vervoren. Een echte In de Gatse carnavalsvierder, het derde jurylid, dat zit daar en dat is onze welbekende Michael, oftewel Drietske. Onze kandidaten, die hebben vanaf november aan hun debuut gewerkt
En die hebben dat gedaan onder leiding van een aantal coaches. En er is er helaas vanavond maar één in de gelegenheid om hier aanwezig te zijn. Toon van Grieken heeft helaas af moeten zeggen, die is ziek. Die heeft er heel veel tijd in gestopt. Jan Schellekes is er ook niet, want die heeft vanavond zelf een aantal optredens als buurtredener. Maar ik zou Ad Hoevenaars even willen vragen om even te gaan staan, dat iedereen ook jou kan zien. Maar jij hebt natuurlijk ook enorm meegewerkt aan het succes van we hier straks. Aan het succes wat we hier straks in deze ton te zien krijgen. De kandidaten die moeten zich gaan voorbereiden. Uw hoogheid, ik wil u eigenlijk vragen, wat verwacht u er eigenlijk van? Ik verwacht er heel veel van. Ik heb ook de voorronde mee mogen maken in B-Town. En ik vond het erg leuk. Ik hoop dat iedereen zijn buurt inmiddels wel af heeft. Het was toen hier en daar nog wel hard en stoot, maar ik vond het echt heel leuk. Ik vind het een keigoed initiatief. En ik hoop dat we er een mooie avond van kunnen gaan maken. Ja, ik heb er in ieder geval veel zin in. Het is inmiddels 2014 geworden, jongens, het jaar van Donald de Vierde. Ik hoop ook dat jullie er veel zin in hebben. Ik zie er nog niet zo heel veel, maar we gaan er iets van maken. 2014 wordt aan mij ligt een topjaar. Ik hoop dat jullie allemaal je beste beetje voorzetten en dat we vanavond een superavond hebben. Dankjewel. Ja, dankjewel, hoogheid. Ik ben Marijn Kuipers, ik ben 16 jaar, ik zit in V4. Hallo, ik ben Kevin Kastner, ik ben 12 jaar. Ik zit beter dan dat wel. Dat zou ik niet. Ja, dankjewel. Nou, ik kom erbij zitten, jongen. Iets leuks, dank u. Ja, ik heb dus nou een schreef. Dus, oh, dat is toch niet. De fietsenmaker. Nou, laat ik maar meteen met de deur in huis rijden. Sorry, ik bedoel vallen. Als fietsenmaker moet je een aantal dingen weten. Bijvoorbeeld, de wielen zitten onderop. En dan is het meestal ook nog fijn als het zadel bovenop zit. Helaas kom ik in het weekend nog wel eens mensen tegen die denken dat dat niet zo is. De fiets ligt daarna meestal op het plat. Stel je nou eens voor. Zit je op je fiets, band midden in je reet. Zit volgens mij niet heel erg comfortabel. En als je dan begint te trappen, ga je net zo snel als een trein van NS als het net begint te sneeuwen. Ja, sneeuw. Vorig jaar zaten die mensen van de Alstedentocht, die rayonhoofden, zaten nog te bidden dat het niet zou gaan sneeuwen, want dat was niet goed voor het ijs. Ik denk dat zij dit jaar heel blij zijn, want het heeft niet gesneeuwd. Lang leven wel, Alstedentocht. Ja, ik heb misschien wel een goede tip voor ze. Want de NS, die kunnen al met min 1 graden Celsius, kunnen zij hun wissels al laten bevriezen. Dus stel, je gooit gewoon een paar van die wissels in de sloot, bevriest de sloot misschien ook gewoon. Want
de oplossing. Over de NS gesproken. Ik stond laatst op het perron. Komt de trein aan, ik spring op de trein. En dan roept die conducteur naar mij. Ja, gast, wat doe je nou op die trein? Kom ik er weer vanaf? Nou ja, ik zou zo'n trein niet kunnen besturen hoor. Wel eens geprobeerd. Ik rij alleen op de fiets. Heb je in een trein ooit een stuur, een zadel, trappers, handrem gezien? Ik niet. En kom je ook aan bij zo'n trein met je fietspompje? Geen ventiel te bekennen. Hoe pomp je zo'n ding op? Ik zou er echt een maand mee stilstaan met zo'n ding. Ja, ik zit dus uiteindelijk in de trein, alles helemaal goed. En word voor de tweede keer gecontroleerd. En dan zegt de conducteur, ja meneer, ik ben al door een collega geknipt. Zegt hij, ja meneer, is dat erg leuk. Dus een half uur later rijden we de grote stad binnen. En dan vraag ik aan een man die naast me staat, vraag ik, meneer, is het Eindhoven? Nee meneer, dit is een trein. Ja, dat is dus tegenwoordig ons niveau in Nederland. Moet je je voorstellen wat het niveau in België is? Dus, ja, daar heb ik een leuk voorbeeldje voor. Ik was een paar weken geleden was ik naar een neef van mij, die woont op de grens bij België. En zijn werknemers waren op vakantie, dus ik denk, ik kom die man even helpen in zijn fietsenzaak. Het was ook een fietsenmaker. Dus ik sta daar op een dag achter de toonbar. En komt een Belgisch stelkom binnen. En die vrouw die zegt van, mag ik hier misschien even naar de wc? Want de andere winkels zijn hier dicht en ik moet nodig naar de wc. Dan zeg ik, nee, sorry mevrouw, de wc bij ons is verstopt. Zegt die Belgische vrouw, nou, dan zal ik hem maar snel gaan zoeken, hè? Dus ik leg hem die vrouw uit hoe het allemaal zit. En de man ondertussen zie ik een stukje verderop een fiets goed bestuderen. Vraag ik, meneer, kan ik misschien ergens mee helpen? Zegt hij, ja, er zit deze fiets, die heeft een rare bult aan de onderkant. Is ze misschien zwanger? Dus zijn vrouw, die valt meteen in de reden, nee man, dat kan toch niet? Het is een herenfiets. Maar, ja. Ja, hoe ging die grap ook weer? Het is wel een grap van een boemerang. Ik ben hem even kwijt. Kom misschien zo nog wel even terug. Ja, ik kreeg genoeg van die Belgen. Dus ik denk, ik stuur ze mijn zaak uit. Maar het is natuurlijk onbeleefd om het zo te doen. Dus ik denk, ik maak een grapje. Ik vraag aan het stel, weten jullie misschien wat het verschil is tussen Belgen en een fiets? Zij, geen flauw idee. Ik zeg, een Belg moet je harder trappen. Een paar dagen later, ik ben weer weg uit die zaak bij de grens. Ik rij zo sportief als ik ben op de fiets weer naar huis. En ik sta op een gegeven moment stil bij een stoplicht. En naast mij staat een politieagent te paard met daarnaast nog een klein jongetje op zijn nieuwe fiets. Dan vraagt de agent aan het kleine jongetje van, hey kerel, nieuwe fiets Sinterklaas gekregen. Zegt dat kleine jongetje, ja meneer. Zegt politieagent, kan je misschien Sinterklaas vragen of je hem ook voor een keer een achterlicht opzet? Het kleine jongetje denkt van, ach, dat kan ik ook. Meneer, mooi paard dit vandaag. Misschien wel ook van Sinterklaas gekregen. Geeft de politieagent, ja kerel. Zegt het kleine jongetje, kunt u dan vragen aan Sinterklaas of hij volgend jaar de lul onder het paard kan zetten? In plaats van er bovenop. Ja. Nou, thuis aangekomen sta ik weer in mijn zaak en toen kwam ergens binnen en die vraagt of ze even mag bellen, want haar mobieltje was kapot en ze moest nodig een telefoontje plegen. Dus ik antwoord erop, ja tuurlijk joh, ik heb genoeg fiets hier, jij mag wel bellen. Tring tring. Maar ja, ik hoorde ook een keer een verhaal van een lichamelijk gehandicapte met zo'n grote driewieler. Met, ja, zo'n speciale fiets. En die reed toevallig door een achterstraatje, een beetje zo'n hoerenstraatje in de stad. En dan roept een vrouw naar hem,
Hé meneer, zal ik misschien trekken voor 50 euro? Zegt die gehandicapte man, nee hoor, ik ga al hard genoeg. Weet je trouwens hoe je aan een man kan zien of hij klein heeft? Ik kan je een tip geven, bij mij is het absoluut niet het geval. Nou, dan zal ik hem maar gewoon zeggen. Als een man een klein heeft, heeft hij meestal een stoeltje achterop. Nou, jullie denken nou vast allemaal, is die vent nou eindelijk klaar met praten over, met dat gelul over zijn fietsen? Ja, bijna. Maar zoals mijn oude heer altijd zei, je kan beter over je fiets lullen dan over je lul fietsen. Ja. Houdoe. Ja, geen geweldig applaus. Onze eerste kandidaat. Onze fietsenmaker. Blijf even snel, Marijn. We gaan even kijken. Want de jury, die hebben natuurlijk heel erg aandachtig geluisterd. En misschien willen ze er nog wel iets over zeggen. Zal ik het eerst eens het woord geven aan onze prins Donner? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben positief verbaasd. Super goed gedaan. En echt 100% beter dan bij de try-outs. Ik vond het erg leuk. Goede grap erbij. En ik hoop dat je nog meer tegengekomen in het Karolesco. Oké, heel erg bedankt. Dan heb jij nog iets aan te vullen. Nou, in ieder geval, na deze buurt ga ik mijn fiets in ieder geval naar de fietsenmaker brengen. En dan ga ik veel meer fietsen. Oké, nou ja, dat is natuurlijk zonde. Ja, en nou natuurlijk de echte kenner onder de drie juryleden. Want die is erin, die kan ook allemaal die grappen en die leuke moppen brengen. Driekske. Ja, het is een hele goede buurt, dat zit heel goed in elkaar. Maar Marijn, ik heb wel even een vraagje. Want is het jouw eerste keer dat je niet komt staan? Bij de voorrondes heb ik ook al Voor het publiek de eerste keer? Voor zo'n groot publiek wel, ja. Ja, dan denk ik dat het orkest meer moet leren dan schijf. Oké, dankjewel Rietje. Marijn, hartstikke bedankt. En van mijn moeder, Sonja Bakker. Zij trouwde met die zanger, Marco Bakker. Ze kregen samen wel 5 kinderen. Onze Herman, genoemd naar Herman Brood. Onze Mick. Mick. Onze Bart, beter bekend als... Ja, Bakker Bart. En natuurlijk mijn lesbische zus Doreen. Maar ja, die staat de pottenbakker geworden. Ik wist eerst niet eens dat ik een zus had. Toen ze 16 was, kwam ze in één keer uit de kast. Ja, dat is toch raar aan onze familie. Want ik heb ook een neef die nicht is. En als laatste werd ik geboren. Betty. Betty, de warme bakker. Nou ja,
warme bakker, zeg maar gerust arme bakker. Ik speelde gitaar, maar wij waren vroeger zo arm dat we geen gitaar konden kopen. We konden er zelfs niet eens een huren. En daarom had ik een steelgitaar. Wij waren vroeger zo arm dat mijn drie broers elke avond een hele krat bier leeg moesten drinken, omdat mijn moeder het statiegeld nodig had om boodschappen van te doen. Elke woensdagmiddag moest ik van mijn moeder met de bakfiets naar de groothandel fietsen om meel te gaan halen. Maar ja, in deze moderne tijd hoeft het allemaal niet meer, want nu hebben we e-mail. Af en toe moest ik ook brood naar klanten brengen. Op een dag moest ik 10 krentenbollen en 1 roffelkoren naar een oud vrouwtje brengen. Zegt ze, dag lief kindje, wil je misschien een glaasje oranje en wat krentjes hebben? Nou, dat wilde ik wel natuurlijk. Toen ik het op had, zei ze, die krentenbollen van jullie zijn zo lekker. Maar ja, die krentjes, die lust ik niet. Die spuug ik altijd uit en bewaar ik voor als ik visite krijg. Die eet ik dus ook nooit meer. Soms kwamen er weinig klanten. En dan zei mijn moeder, ach Betty, als dat zo doorgaat, hebben we straks geen brood op de plank. Maar ja, soms was het zo druk dat alles uitverkocht was. Dan hadden we s'avonds dus echt geen brood op de plank. We gingen ook nooit op vakantie, want ja, de winkel moest open blijven. Behalve één keer. Toen gingen we met de buren van de slagerij naar Duitsland, naar het Slagerfestival. Op dat Slagerfestival verkochten ze allemaal nieuwe gerechten. Mijn moeder kocht daar een pond roodborstjesgehakt. Ja, roodborstjesgehakt. Die slager zei dat het iets heel aparts was en overheerlijk. Nou, wij vonden dat het gewoon naar rund smaakte. Dus mijn moeder belde die Duitse slager op en zei dat het naar rundegacht smaakte. Jawohl, zei die Duitse slager. Dat kan kloppen, want het is half om half gehakt. Half rund en half roodbosje. Maar ik vind dat het toch wel heel erg naar rund smaakt, zei mijn moeder. Hoe maakt u dat gehakt dan? Ah, dat is einfach, zei hij. Ik pak 1 rund en 1 roodbosje. Onze andere buren hadden een Chinees restaurant. Hij had de zaak naar zijn vrouw genoemd. Wan Kwai Tang. Is die van u er ook zo een? Ja, ik ben zo aan het lachen. Zijn eigen naam is Ping. Dat is Chinees voor tafel. Ja, want pingpong is tafeltennis. En hun zoon Do is wielrenner. Doping. Ik ging heel vaak naar het restaurant, want daar hadden ze een groot aquarium met allemaal verschillende kleuren koraal en vissen. Maar wat ze ook hadden, waren haaien. Maar op een dag zag ik dat die kleine haai steeds die grote aan het pesten was. Dus dat zei ik tegen Pin. Hij liep toen naar het aquarium toe, tikte tegen het raam en zei, foei, jong haai. En als ik met onze mik naar de Chinees ging, zei Pin altijd tegen mij, landbal bij. Ja, onze mik, van werk hebben die kunstenaars nog nooit gehoord. Toen ik wat ouder werd, gingen de zaken wat beter. Op een gegeven moment hadden we zelfs een auto om de bestellingen rond te brengen. Een Opel. Een Opel? Kadett. Die zou u toch wel moeten weten. Nu kan ik heel goed mijn brood verdienen. Ik verdien zelfs zoveel brood dat ik er een deel ervan zou kunnen beleggen. Maar enkele jaren geleden werd mijn moeder aangevallen. Aangevallen door een tijgerbrood. Toen heb ik maar besloten om de zaak over te nemen. Nu heb ik zelfs personeel.
Maar ja, de koekjes, die bak ik altijd zelf. Want wie baas is, bakt koek. En mijn personeel, ja, die is er ook wel mee eens. Want ze zeggen altijd, onze baas is een koekenbakker. En voor het gebak hebben we een aparte balie. Daar heb ik een oude taart voor in dienst genomen. Ik dacht dat alles dan wel voor de bakker zou komen. Maar dat viel vies tegen, joh. Eén keer vroeg een klant ernaar. Mevrouw, wat kost een kramenvlaai? Zegt ze. 8 euro. Toen vroeg die klant. Heeft u misschien terug van 10? Als u dat een minuut eerder gevraagd had, dan wel. Maar hoe kan dat dan? Vroeg die klant. Ja, duh, zei de oude taart. Dan had ik er gewoon 10 euro voor gevraagd. Uiteindelijk heb ik haar dan ook moeten ontslaan. Dat ze bokkenpootjes had, dat was niet zo erg. Maar die lange vingers. We bakken trouwens ook veel pannenkoeken voor het ziekenhuis. Deze zijn voor mensen die in quarantaine liggen. Ik hoor jullie alweer denken. Dat betekent dus dat er niemand bij mag. Maar niet, zeker niet, omdat ze sneller beter worden van pannenkoeken. Echt niet, maar omdat je die onder de deur door kan schuiven. Jullie mogen mij trouwens wel eens feliciteren. Oh, dank u wel, want ik ben vorige week getrouwd. Ik ben getrouwd met een fietsenmaker, een schat van een vent. En we zijn nu dus in onze witte broodsweken. Pas geleden komt iemand zijn fietsenwinkel binnengelopen en vroeg, mag ik je misschien even bellen? Waarop mijn man antwoordt, ja natuurlijk, we staan hier fietsen genoeg. En omdat de spaken in de fietsenwinkel op waren, zijn we op ons huwelijksreis maar meteen spaken gaan kopen. In Spakenburg natuurlijk. We vroegen daar aan zo'n visser de weg naar de spakenfabriek. Maar we konden hem echt niet verstaan. Blijkt dat die vissers alleen maar Latijn spreken. Visserslatijn. Dus ik zeg in mijn beste Latijn tegen zo'n Spakenburger dat ik voor mijn beroep brood bak. Ego productum hosti. Zegt die man, praat maar gewoon normaal Nederlands, joh. Ik ben maar gewoon een Chinese zanger. Ik ben Jo. Jo, Ling. En die mooie sound, die heb ik van mijn vader. Pa, Ling. We zijn die avond dan ook maar meteen naar een concert van Jo, Ling gegaan. En op het einde kreeg hij een daverend applaus. Maar dat was niet zo raar, want we zaten allemaal op klapstoeltjes. En de volgende ochtend zijn we naar de haven van Spakenburg gelopen. Opeens hoorde ik daar iets roepen, iemand roepen. Dus ik keek, kijk daar eens, keek nog eens, heel goed. Zag ik opeens een visje. Zo klein. Zegt dat visje, bakker, bakker. Ja, visjes hebben altijd een hoge stem. Heeft u misschien ook space cake? Dus mijn man en ik lachen. Maar moet zo'n visje nou met space cake? Dus ja, dat vraag je dan, hè. Hoe moet jij dan met space cake? Nou, zei het visje. Ik wil graag hi horen. Oh, help. Ik moet maar weer eens naar me overgaan. Anders bakken mijn broodjes veel te bruin. En als jullie nog eens willen lachen, ik sta elk jaar op de moppenmarkt. Applaus! Betty Bakker! Echte kenner onder de Tom Praters. Driekske, zeg er eens iets van. Ja, dit zit echt heel goed in elkaar. Er zitten echt hele goede grappen in. En het, wat mij opvalt is, je blijft ook bij een typetje. En dat vind ik wel belangrijk. Dus ik denk dat we van jou nog veel kunnen horen. Hey, geweldig.
maken. Ja. Ja, ik kwam vroeger vaak bij Van de Wetering, mijn zoon Van de Wetering. En Piet, die was vroeger ook bakker geweest. En die zei regelmatig tegen mij, ik krijg een bakker. En ja, jij zult wel weten wat dat betekent, of niet? Ja, goed, waarschijnlijk jouw moeder een verhaal waar je het van over hebt genomen. Maar in ieder geval, een bakker krijgen, dat betekent, dat bedoelde Piet mee dat hij gruwelijke slaap kreeg. Nou, en dat zal bij jou nooit gebeuren. Want bij jou valt hij niet in slaap, wordt voor jou zelfs klaarwakker. Hartstikke mooi gedaan. Ja, hoogheid. Wil je er nog iets aan toevoegen? Kijk, dat alles zoveel wat gezegd is, dan kunnen ze nog wel meer veren in de kontje duwen. Maar dat is niet des bakkers, hè? Dankjewel. Nou, Kees, nogmaals een applaus. En ik zou Kees willen vragen om muziek in te zetten, want ze moet ook mijn muziek van het podium af kunnen. Dankjewel, Patty Bakker. Want we hebben al twee goede kandidaten gehad, maar ik vertrouw erop dat ook Sam Herijgers hier een geweldige speech in de ton neer zal zetten. En hij komt als rockster. En hij ook voor zijn eigen intro muziek gezorgd. Zullen we eens kijken? Want ik dacht dat hij klaar was. Ja. En los. Goedenavond allemaal. Ik stel mezelf eerst maar even voor. De meesten hebben het al gehoord. Ik ben Sam, gewoon Sam, meer niet. En ik ben exit van de fanfare. Na 35 jaar trouw lid te zijn geweest bij de fanfare, hebben ze mij er gewoon uitgezet, hè? Dat hebben ze gewoon gedaan. Ik bleek te harde noten te hebben. Dat vond ik knap. Toen ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. En ik kwam al gauw terecht bij de kunstgebit cementband. En in onze kunstgebit cementband, daar hadden we onze Leo in zitten. En onze Leo, dat was de zanger. En dan hadden we ook nog onze Bernard en onze Bert. En onze Bernard, dat was de blinde Joodse drummer. Dat kun je ook zien, want Bernard, die heeft geen voorvel voor zijn bassdrum. En onze Bert, dat was de basgitarist. En zelf was ik de gitarist van de band. En wij maakten van alle soorten muziek. Wij gingen van de blues naar de rock en van de rock naar de klassieke muziek. Maar slecht dat we waren, hoor. Slecht. Wij gingen naar elk optreden met een volle kist appels en een volle kist tomaten naar huis. En als Bernard beter had kunnen vangen, konden we ook nog een rek eieren mee naar huis sjouwen.
Dus met hem hadden we ook regelmatig een appeltje te schillen, weet je wel. Maar op een avond hadden wij een blues optreden in het bejaardentehuis in S. Blues optredens doen we alleen als Leo zijn blues niet in de was zit trouwens. En een gehandicapte man die vroeg aan ons of hij een keer mocht meespelen met ons. Hij speelde al heel lang saxofoon, al 99 jaar. En wij hadden zoiets, laat hem maar meedoen, ja. Want onze muzikale niveau, dat kon toch alleen maar beter worden. Eenmaal op het podium haalt hij zijn kettingzaag uit zijn broekzak. Dus wij vragen aan hem, waarom heb jij je saxofoon niet meegenomen? Dat speelde toch al zo lang. Zegt hij tegen ons, oh, verrek, daar zie ik nu pas. Want Ek is niet op het handvat gelet. Dus hij als een malle naar huis om zijn saxofoon te halen. Na ongeveer een kwartier komt hij het podium opgerend. Zonder saxofoon. Met de vraag of ik 50 cent voor hem had. Ik had zoiets van, hè, 50 cent? Zie je niet? Ja, ik krijg mijn winkelwagen niet van het slot. Bleek die ook nog dankloos te wezen. Toen hij eindelijk zijn saxofoon onder de brug uitgehaald, gingen we echt los. Na een half uurtje vraagt Bernard, de blinde drummer, aan Bert, de dove basgitarist, zijn ze al begonnen met dansen? Waarop Bert vraagt, zijn we al begonnen met spelen? Dus ja, u kunt u onderhand wel een beetje voorstellen, dat optreden in dat bejaardenhuis ging niet heel soepel, laten we dat zo zeggen. En op een gegeven moment dachten wij, we zitten er lekker in. Want we hoorden alle kunstgebitten van het publiek in een ritme meeklapperen. Was de verwarming gewoon kapot. Ja, dus dat optreden was gewoon heel slecht. Dus, ja, ik en Leo een paar dagen later van onze oost-tomatensoep aan het maken waren, bedachten we, misschien moeten we de bezetting van onze band wat aanpassen. Dus we hebben Bert en Bernard uit de band gegooid. Dat was jammer hoor, want ze waren gezellig, maar muzikaal waren ze niet altijd heel goed. Ja, maar ja, hadden we nog een probleem. We hadden alweer een optreden, maar we waren flink onderbezeten. Dus, na goed nadenken, wist ik het. Ik ga ons pap vragen. Aan muzikaliteit geen gebrek, want op zaterdagavond bespeelt hij altijd de drankorgel. En de rest van de week speelt hij thuis de tweede viool. Die wil vast meedoen. Dus wij een weekje later met 3 man sterk naar het volgende optreden. En net op wat we opgingen, namen we nog Ekkers vlug door. Dus ik zit tegen ons pap. Je valt in op de 3e/16e maat van 5. Na het tweede couplet geen tussenspel, na het 3e maat 1 maat in plaats van 4, dan de tamboerijn solo in 5-4 maat, vertraging aan het einde, dan de 4e couplet, maar meteen door naar de laatste refrein. En ons pap zei, hoe kan ik dat nou ooit onthouden, jongen? En weet je wat ik zin? Dat is in de laatste repetitie ook zo. Dus wij komen dat podium op en we hadden na het eerste nummer al meteen door dat het podium mooi en waterpas was.
Ons pap die kwel uit allebei zijn mondhoeken. Dus dat zat ons alweer mee, hè? Dat is al eindig. En met al onze verbazing ging het nog niet zo heel slecht. En wij waren klaar met de optreden. En we gingen naar de bar nog maar nadrinken in het bejaardenhuis. Want Harry de hypnotiseur kwam nog een optreden geven. Dus Harry de hypnotiseur komt het toneel op en zegt: ik ga jullie allemaal in trance brengen. Het is mijn bedoeling iedereen in het publiek te hypnotiseren. En uit zijn zak tovert hij een prachtig zakhorloge. En zegt: ik wil dat jullie allemaal naar dit horloge kijken. Ja. Dat viel nog niet altijd mee hoor in het bejaardenhuis. Dus, het was ook een speciaal horloge. Want het zat al generaties lang in de familie. Dus ja. En hij laat het zakhorloge langzaam heen en weer zwaaien. Terwijl hij met zijn omvloerste stem herhaalt: kijk naar het horloge. Kijk naar het horloge. Net op het moment dat het hele publiek gehypnotiseerd is, glijdt plotseling het prachtige zakhorloge uit zijn hand en valt in gruzelement op de grond. En Harry schreeuwt: scheid, scheid, scheid! Het heeft 3 dagen geduurd voordat de gemeenschapsruimte schoon was. En Harry de hypnotiseer is nooit meer uitgenodigd. Dus wij hadden het in die zwijnenstal wel gezien en gingen naar huis toe in onze Toyota Starlet. En we rijden op de snelweg en opeens onze auto houdt er gewoon mee op. Hij deed niks meer. Dus na 4 uur aan de kant van de weg te hebben gestaan, komt er een man met een Porsche aanrijden. En vraagt: zal ik jullie even naar een automonteur slepen? Dus wij zeggen: ja, graag. Dus hij legt een sleepkabel aan de Starlet en zegt: als ik te hard ga, moeten jullie toeteren. Even later onderweg scheurt er een Ferrari met 250 km per uur voorbij. De Porsche-rijder vergeet helemaal dat hij ons aan het slepen was en scheurt achter de Ferrari aan. Later die avond, een vriend van ons pap, die werkt bij de politie, hij vertelde: ik geloof nooit wat ik vandaag heb gezien. Komt er eerst een Ferrari met 250 km per uur voorbij flitsen. Direct daarachter zat een Porsche die hem probeerde bij te houden. En achter die Porsche reed een Starlet die toeterde of hij er voorbij mocht gaan. Ik dank jullie zeer. Ja, dankjewel Sam. Ik denk dat we ook van jouw buurt geweldig hebben kunnen genieten. Zullen we eens even kijken wat de jury ervan zegt. En we zullen eens beginnen bij Jan. Dat ik niet in slaap viel, dat gebeurde nou bijna wel, want ik was bijna gehypnotiseerd. Maar gelukkig werd ik op tijd wakker. Dus er zijn geen ongelukken gebeurd, maar het was fantastisch. En Driesje, jij als kenner. Ja, wat mij bij jou opvalt is, wat belangrijk is bij tonpraat, hè, is beeldend vertellen. Dus dat het publiek ziet wat er gebeurt. En ik denk dat dat bij jou zeker het geval is. En daar heb ik ook gehoord aan de reacties. Jongen, het was helemaal perfect. Dank u wel. Zo, hey, kunnen jullie zakken steken. Hoogheid,
Ik moet Driesje bijvallen. Ik vond hem erg leuk. Vooral het dialect aanhouden is jou wel gelegen. En ten tweede vond ik ook het natuurlijk overbrengen naar de stad over gemaakt, denk ik. En ik vond het helemaal fantastisch. Dank u wel. Geef hem nog een geweldig applaus. Onze rockster. Iets verteld over jouw ervaring nou zo, hoe dat is geweest vanaf toen we jullie gevraagd hebben om de jeugd te begeleiden, dat was ergens in november denk ik, tot dit moment. Zou je daar eens iets over willen vertellen? Kort. Ja. Nou ja, ik begon natuurlijk vorig jaar met carnaval met de zittingsavond te doen. Prins Paul, ik weet niet of je hem nog kent. Die vroeg toen of ik daar aan mee wilde werken. Uiteindelijk is het er toch, hij was het eerste jaar al van de regeerperiode van Prins Paul. Afgelopen november zijn we gestart. En ik moet zeggen, ik had op een gegeven moment het idee van nou, dit gaat helemaal niks opleveren. Maar mede dankzij de doorzettendheid. Is dat doorzettendheid? Is een goed woord nou in ieder geval. Het doorzettingsvermogen en het geloof wat erin zat van Bas Hermans van B-Town. Is er uiteindelijk uitgekomen hier vanavond gepresenteerd. Dus ik was aangenaam verrast, want alle eer komt jou toe. Ik vind het geweldig wat jij hebt gepresteerd met deze wedstrijd. Bas Hermans. Want we hebben een paar avonden besteed en we hebben, er waren natuurlijk drie verschillende kandidaten en de ene kandidaat was verder dan de andere. En zelfs een van die kandidaten hebben we nog een avond moeten praten om te zorgen dat hij of zij, ik ga er verder die identificeren, wel of niet door zou gaan. Nou, uiteindelijk hebben we de drie overgehouden. En er zijn drie geweldige buits geworden. Bas, ik vind dat jij echt, jij bent een echt jongerenwerker. Dan kun je merken, ik ben een oude man, een oude lul. En ik zei het alleen maar over de raad van de helft die niet stil is en zo, dat soort dingen. Dat hoort bij mijn leeftijd. En jij bent meer van het energieke, ik vind het geweldig. Fantastisch wat jij gepresteerd hebt. En die drie, wie er nou wint, maakt allemaal niet uit. We hebben drie talenten hier in Bokstel in de gat. En een paar jaar nog en dan kan ik hem weer ophouden en dan hebben we een zittingsavond die zelfs tot 2 uur 's nachts duurt met zoveel buurtreders. Bas Hermans! Wel wat nodig. En dat zijn natuurlijk de kandidaten. Want zonder kandidaten kunnen we ook geen winnaar van deze avond uitroepen. Ik zou ze alle drie naar boven willen. Sam, Marijn en Kim. Ja, en nou wordt het natuurlijk heel erg spannend. Voor jullie hebben we in ieder geval ook zo'n hele mooie medaille, zodat je ook in de toekomst kunt laten zien wat er is gegraveerd, dat je in de toekomst kunt laten zien dat jullie als eerste hier hebt meegedaan aan ons Indigas
tienerkletskampioenschap. En die zou ik ook willen vragen aan onze hoogheid om die jullie in ieder geval op te hangen. Ja, en dan denk ik dat het moment is aangebroken dat ik mijn mond ga houden en dat ik de microfoon aan onze hoogheid ga overhandigen. Hoogheid, we hebben hier de wisselbeker. Ik zou het kort houden, niet in de traditie van vanavond. Hier staat een mooie beker. We hebben niet zo heel lang hoeven te denken. Er staan drie jeugdige talenten. Ik denk dat ze in hetzelfde wat Paul zegt, alle drie winnaars zijn. Meedoen is belangrijker dan winnen, jongens. Dat vind ik, dat vinden jullie ook, dat weet ik zeker. Er kan er maar eentje winnen. Dat is ook zo. We hebben maar plek in de World Revue voor één man. Of vrouw. Wie zal het worden? Ik vind dat daar maar één man kan uitdragen. We hebben het er samen over gehad. We zijn het alle drie eens. Unaniem. Maar onder ons is de enige echte tonprater die hier eigenlijk zou moeten staan, in plaats van ik, Michael van den Berg. Dus ik vind dat hij de eer moet hebben om de nieuwe kampioen of de eerste kampioen van het bokserse tonpraten voor de jeugd te vertellen. Dus Michael, aan jou de eer, maar ik wil eerst nog even wat onderscheiding uitreiken. Dat is wel in de trend van deze avond, toch? Paul heeft hele leuke dingen laten maken en graveren. Wij moeten het doen met onze eigen jaarmedailles, maar die zijn ook uit een oprecht hart gegeven. Als eerste wil ik natuurlijk mijn mede-juryleden hartelijk bedanken. Ik ga even met mijn rug naar jullie toe staan, sorry. En Michael, de allereerste jaarmedaille van Prins Donald de Vierde om gaan hangen. Alsjeblieft, jongen. En Marijn, ook voor jou de jaarmedaille van Prins Donald. Nou, dan is het moment daar. Michael, ben je er klaar voor? Komt die aan, hè? Ja, ze willen de winnaar of winnares bekend laten maken door iemand die veel verstand heeft van tonpraten. Maar ja, helaas kon Ad Vermeulen niet blijven. Die is net weg, dus dan moet ik het doen. Ze denken dat ik er verstand van heb. Laat ze maar denken. De winnaar of winnares van het tiener kletskampioenschap, de eerste editie 2014, is de rockster Sam Herregen. Proficiat, jongen. Nou, daar komt de beker. Wel, niemand gezien dit? Sam, de beker, de wisseltrofee, die staat op. Ik hoop dat ik hem volgend jaar kom verdedigen. En ik hoop ook echt jou gewoon weer twee avonden te zien schitteren bij de Wagenvrie. Alvast veel plezier en succes ermee. Deze voor jou. Thuis op de man staat. Of van Berra of Meer, hij had het jou waarschijnlijk kunnen zien. Maar als je dit nou niet kunt, hij is erg. Jouw hele andere kandidaten, hoogst volgend jaar, aanwezig. Ik zou zeggen, dames en heren, bedankt. En zoals ik normaal altijd doe, iets vergeten, doe ik dat nu ook weer. De geldprijs, alsjeblieft, jongen. Ik ben al 18, maar nog geen bier verkopen. Ja, dat is een hele goede raad. Dankjewel,
de luchtige hoogheid, dat gunnen. Hier bent geweest en ook onze winnaar hebt bekendgemaakt.